to throw first. Een buiging van Ilegan voor Van der Voort. Die aan deze wedstrijd mag beginnen. Ilegan verloor toen in de eerste ronde de laatste 64 dus van Colin Osborne. Met 3-0 in sets. En hij had in 2009 ook al een keer meegedaan. Toen moest hij ook in de voorronde beginnen en verloor hij meteen van Marco Kantele, de man uit Finland. 100. Hij heeft er zin in, Jacques. Hij zit vol, bomvol adrenaline vol. Ja, maar zo speelt hij ook altijd wel. Het is een jongen die met veel vuur speelt. Ja, dat is Van der Voort ook wel, dus dit kan echt wel een lekker potje worden. Met twee mannen die gebaat zijn bij veel energie in de wedstrijd. Vincent zei het al in het interview, Ilegan, de nummer 1 van de Aziatische Tour dit jaar. 91. Voor de Japaner Seigo Asada, daarna Royden Lam. Vierde was Noel Malikdem en nummer 5 Paul Lim. Dat is wel knap hoor. Dat hebben we allemaal op dit toernooi. 100. This year we got 136. Ruime voorsprong Vincent van der Voort. Dus hij kan het rustig wegzetten, relatief gezien natuurlijk. Het is niet al te best. Slechte laatste pijl. Ilegan. Met iets van een 140 of zo kan hij nog aardig in de buurt komen. En met iets van een 180 gaat hij er zelfs nog voorbij. Dat is dan de 181ste 180 van dit toernooi. Ga je dat elke keer zeggen nu? Nee, één keer maar. Alleen als het 181ste is, een beetje raar als het 183ste is. Dan zeggen dat het 181ste is. Kijk eens even wat Vincent van der Voort doet ondertussen. Terwijl wij zitten te steggelen over getallen, gooit hij dit op geweldige wijze uit. Easy one. Nou ja, in ieder geval op zeer goede wijze. En hij pakt zijn eigen leg in precies 15 darts. 97. De eerste keer dat de mannen elkaar treffen. 55. Ilegan. Typische softdip speler met van die pijlen die 100. Heel erg hangen in het bord. Dat zijn ze ook gewend bij het softdippen, want daar hangt iedere pijl normaal gesproken. Dus hij heeft ervoor gekozen om diezelfde stijl ook hiermee naartoe te nemen. Wat hij zich alleen wel had moeten aanleren, denk ik in ieder geval, is dat hij dan wat vaker naar de 19 zou moeten gaan. Hij blijft nu toch, naar mijn gevoel, te veel pielen op die 20, zelfs als de eerste pijl erboven zit. Van der Voort gooit er ook maar meteen de eerste 180 voor dit WK van hem. Zijn 18e op rij ook nog eens. Dat begon in 2002 op Lakeside. 59. Vincent Uruguay 124. In de leg van Ilegan. 92. Zet Van der Voort het weg op dubbel 16. Vincent Uruguay 32. Game show in the second leg. Vincent van der Voort. Dan pakt hij een 2-0 voorsprong. Third leg, Ilegan to throw first. Niet goed genoeg in zijn eigen leg en Van der Voort straft dat af. Ja, en voorlopig is het begin veelbelovend voor Van der Voort. We hebben het altijd over Van Barneveld die uitstekend WK's kan spelen. Omdat hij zich daar altijd net even wat extra voor kan opladen. Maar Van der Voort kun je eigenlijk ook wel in die categorie inschalen. Natuurlijk niet zo succesvol als Van Barneveld, maar eigenlijk op WK speelt hij ook altijd gewoon goed. Zeker de laatste jaren. Als hij geen last van zijn rug heeft in ieder geval. En dat heeft hij niet meer? Nee, 2 jaar geleden was de laatste keer, 2017, toen hij tegen Max Hopp speelde. Ja, toen kon hij eigenlijk niet spelen, maar ja, moest wel spelen. En verloor met 3-1. Maar over het algemeen, 1 wedstrijd per dag kan hij goed aan nog. Ja, hij heeft het zelf vaak genoeg uitgelegd ook. Hij moest anders gaan staan. En hij heeft ook veel in de sportschool gezeten. Vond hij niet altijd even leuk. 100.
maar het moest wel gebeuren. Ja, ja. Als je verder wil met je dartcarrière, zul je er wat voor moeten doen. En dat wilde hij altijd wel. 99. Ja, waar Van der Voort dan nog wel soms moeite heeft, is met het switchen. Rechtdoor is redelijk, relatief gezien makkelijk. Want dan kan hij vanuit die nieuwe positie alles rechtdoor gooien. Maar als je moet af gaan wijken naar dubbels of naar andere trippels, dan, ja, dan moet je echt een andere stand gaan aannemen. En dat is, daar is lang voor nodig om het in te slijten. Inagan stiekem als eerste op een finish gekomen. 39. In de leg van Van der Voort. En die gooit ook nog maar eens 39. Dat was vrij spectaculair inderdaad. Een echte schwalbe van Ilagan. 57. Van der Voort moet even aanzetten nu als hij die eerste set wil pakken in zijn eigen leg. 123. Goed weggezet. Ilagan krijgt één kans vanaf 104. Begint wel met triple 20. Welke dubbel heeft Ilagan het liefst? Kijkt erbij alsof hij verbaasd is dat hij hem raakt. Hij wil naar dubbel 12. En hij wacht wat lang. En dan gaat het publiek meedoen. Hij wacht dus te lang. Maar ja, dat zijn ze dus in het softtippen gewend, hè. Want daar moet je wachten tot die machine geteld heeft. En dan kun je pas verder. Voort gooit hem twee keer ruim boven de dubbel 20. Die is niet zo gewend om te wachten. Kijk eens, wat een mooie houding hoe die daar aan de hockey gaat staan. Alles beweegt aan Laurens Ilagan. En hij gooit dubbel 12 en hij breekt terug. En dit is even een baasje, zeg. Van der Voort kijkt naar beneden. Ja, hij juicht alsof hij de wedstrijd al gewonnen heeft, zowat. Maar ik zei het al, zo speelt hij. Dat is echt zijn manier van spelen. Ik heb hem wel vaker zien spelen. Hij heeft met name op de World Masters een keertje naam gemaakt. Toen haalde hij daar de halve finale. Dat was in 2009. En toen speelde hij echt fantastisch goed. 96. En toen... even kijken, onder andere van Brian Woods, van Craig Baxter. Dat zijn niet de grootste namen. Steve West zat bij zijn slachtoffers. Scott Waits versloeg die. Kortom, best wel aardige spelers. Hij verloor uiteindelijk van Robbie Green in de halve finale. Maar dat was echt een prachtige run die hij daar had. 100. Toen dachten we allemaal, hij wordt de eerste sensatie uit het oosten. Maar dat valt dan toch weer een klein beetje tegen eigenlijk. Is stil blijven staan. Ja, en dit is dus gewoon, hij kan zo moeilijk bij die triple 20. Maar hij weigert te switchen. Qua spelinzicht is dat niet erg handig natuurlijk. Je ziet dat het scorebord even weg was, daar is het weer. 105. Nu Van der Voort als eerste op een finish in de leg van Ilagan. En die heeft een trippeltje nodig nu. 60. Maar dat komt er niet. Zes pijlen voor Van der Voort om die set alsnog te pakken. Nou, niet helemaal tevreden, omdat hij eerst al in die triple zat. Dan wil je minimaal een dubbel overlaten. Dat lukt niet. Twee pijlen voor de set. Weer eens top tops. Deze keer doet hij het en hij pakt die eerste set en wint met 3-1 van de Filipino Laurens Ilagan. Ja,
Ilagan zal zich misschien nog een beetje kunnen troosten met de gedachte dat die eerste set toch de set van Vincent van der Voort was. En dat moet het nu voor hem gaan gebeuren. Deze 40-jarige dus uit Cainta, een voorstad van Manila, de hoofdstad van de Filipijnen. Behalve van darts houdt hij van basketbal en van biljarten, Ilagan. 121. De Filipijnen houden ze bijna allemaal van biljarten. En er wordt ook een heel aardige basketbal. Dus zo vreemd is het allemaal niet. 140. Ook als die niet gooit, kun je ernaar blijven kijken. Wat een spektakel. Het is een opgewonden standje. Dat zie je aan alles. Ja, liever dit dan zo'n bal hooi. Ik hou er wel van. Als er een beetje actie is. 100. Zes Filipijnen al meegedaan aan het WK. Onder Ilagan. De zevende gaat dit jaar zijn debuut maken. Dat is Noel Malikdum. Speelt een andere Nederlander. Jeffrey de Graaf. 100. Those who require 74. Zijn eigen leg heeft hij nog niet weten te houden in de wedstrijd. Kan hij nu gaan proberen via 20 en tops. Hop. Ja, dan is de finish weg. 34. Dan gaat hij dus ook niet op dubbel 19 gooien en krijgt Van der Voort alsnog zijn kans vanaf 100. Zou ik raar zijn als je op 58 staat. Van der Voort. Twee keer tops. Probeert het wel, maar doet het niet. 20. Ilagan op tops. 20. Die weet hij te vinden. Zo houdt hij zijn eigen eerste leg. Daar staat hij 1-0 voor. 58. Van der Voort speelt zijn 40ste wedstrijd op een wereldkampioenschap. Zijn eerste was ooit op 6 januari 2002 tegen Mensur Suljovic. Jawel. Die wedstrijd die verloor hij. 140. Eén keer haalde hij op Lakeside de kwartfinale. Dat was in 2005. Tegen Raymond van Barneveld. 140. Ja, Vincent is vanaf nu na Raymond van Barneveld de Nederlander met de meeste WK's op zijn naam. Samen met Roland Scholten. Allebei op 18 stuks. Daarna volgt Koos Tompé met 17. Ook nog twee kwartfinales dus op het PDC-WK. Vorig jaar lukte dat niet. 140. Bleef één rondje daarvoor steken. Verloor toen ook weer van Barneveld na twee fantastische wedstrijden. In de eerste ronde 140. Tegen Chisholm won hij met 3-0 in sets. En daarna gooide hij Steve Beaton eraf met 4-0. Ja, Steve Beaton zit weer in dit stukje van de loting. 100. Dat was een lekker begin voor Van der Voort. Die zijn eigen lek hier wil houden. En dat ook doet. Ja, dat zijn de finishers. We weten het inmiddels. Tussen de 60 en de 100. Daar doe je het meeste schade aanrichten. De winnaar van deze wedstrijd speelt morgen overigens alweer. Dat is wel heel snel. En die speelt al tegen de nummer 13 van de wereld, Darren Webster. Misschien niet de grootste naam uit de top 16. Maar
Dat is een lastige tegenstander. Die een fantastisch jaar heeft gehad. Wat stond Ilagan nou van meter schudden? Vond hij dat Vincent niet snel genoeg weg was? 125. Nou, ik denk niet dat hij daar heel veel last van heeft. 140. Net die laatste iets te snel gegooid. Waardoor hij hem niet genoeg sap meegeeft om de triple te halen. 97. Nou, Ilagan blijft maar bovenin heel lang peuren om toch langs te pijlen. En zolang hij dat blijft doen, geef ik hem weinig kans in deze wedstrijd. Van der Voort rekent pas bij zijn laatste pijl. Dat komt deze keer goed. 77. En ziet waar hij zich ook weinig mee bezig houdt. Met rekenen? Ja. Dat is een van de slechts rekenende Nederlanders. Nou, hij kan het wel, maar hij doet het gewoon nooit. 99. Hij gewoon rechtdoor zo lang mogelijk. Triple 19 en bullseye. Nee, niet gegooid. Ilagan op 120. Beetje in dezelfde positie als waar Van der Voort in de vorige leg in zat. De kans om gebroken te worden. Nou, hij heeft heel lang geoefend op dat pielen onder die eerste pijl door. En dat heeft hij nu dus onder de knie. En dan gaan we naar tops. De Shanghai 20 van de man uit de Filipijnen. Laurens Ilagan. Game off. Oh, geweldig. En hij... Gooit hij in Robin Hood? Ja. De laatste pijl in een van de eerste twee. Althans in de flight en in de shaft. Nou, staat hij nu met een nieuwe te pakken, denk ik. 140. Super enthousiast, Laurens Ilagan. Staat alweer klaar. Dan heeft hij heeft geen rust ook. Hij hè? Kan dus... niet stil blijven staan. Hij zit echt het spuit uit zijn oren. Maar je ziet 96,5 gemiddeld van de Voort 97. Dat is gewoon echt een goede wedstrijd. Ook van de man uit de Filipijnen. Die 2,21. 140. Stond 160 voor Van der Voort. Dat is één keer triple 20. Nog eentje erbij? Nee. Dus Ilagan voor de set vanaf 81. Van der Voort zet hem nog goed weg. Maar dit is een uitstekende leg van de Filipijn. Hij gooit 3 keer 140. Nu naar de 12. En dan naar dubbel 13. Neemt weer even de tijd. Ook heel schokkerig en snel. Maar dan heeft hij dus altijd het publiek dat dit gaat doen. Geen probleem voor Laurens Ilagan uit de Filipijnen. Hij speelt een goede set, dat moet gezegd worden. En een fantastische laatste leg in 12 darts. Breekt hij Van der Voort en pakt hij de set met 3-1. Het is 1-1. Goed advies. Game on. 98,51 gemiddeld voor Van der Voort na twee sets. 98,39 voor Ilagan. Tot nu toe zijn hoogste geregistreerde gemiddelde. Maar goed, het is pas na twee sets. En hij heeft, er zijn niet zoveel wedstrijden waarvan we gemiddelde hebben van hem. Hij mag ook in die laatste set 108 gemiddeld, hè? Ja. Dat is best aardig. En hij is 4 uit 6 op zijn dubbels, oftewel 67% voorlopig. En voert een prachtige, continue, rituele dans op. Het contrast met Van der Voort kon niet groter zijn. 97. Nou, altijd als ik een Filipijn op het podium zie, dan moet ik toch weer denken aan Rizal Barriano. Ken je hem nog? Nee. Jojo. Sorry. Ken je hem niet meer?
Rizal Bariano, wanneer was hij dat? Hij was de man van 2008, het WK van 2008. Dat was een man die uit een klein dorpje in... Wacht even. Ken je het verhaal weer? Ja, het begint weer gedaan. Ik ga het nog vertellen even een keertje. Even kijken wat Ilagan doet. Die gooit zijn tweede 180. Rizal Bariano, bijgenaamd Jojo, woonde... Ja, hij woonde eigenlijk in the middle of nowhere. Maar ging naar het kwalificatietoernooi toe van de Filipijnen en won dat kwalificatietoernooi. En toen moest hij dus ook naar het WK toe. En hij was de speler die het langste onderweg was van alle spelers. Langer dan de spelers uit Nieuw-Zeeland, langer dan de spelers uit Australië of waar dan ook vandaan. Hij moest eerst namelijk 6 uur met een bananenboot peddelen voordat hij bij de eerste grote stap was. Daar zat ik op te wachten. En dan moest hij een binnenlandse vlucht nemen en dan nog vanuit Manila ergens naar Europa toe. Kortom, die man die was 2 dagen onderweg om in Londen te komen. Komt in Londen aan. Moet spelen in een voorronde partij tegen Miloslav Navratil uit Tsjechië. Verliest 5-0 met 68 gemiddeld en kan de reis vervolgens weer terug gaan maken. Maar was wel een legende dat WK. Iedereen had het over die man. Iedereen nam interviews met hem af. Heerlijk. Van der Voort. Niet gebroken door Ilagan. Moet het nu doen, maar doet het niet. Ilagan komt terug voor dubbel 10 en zijn eerste voorsprong in de wedstrijd. Natuurlijk niet rechtstreeks, maar eerst met een ommetje. En hij blijft doorgaan. Het is een beetje de Aziatische Gerwin Price, deze Ilagan. Ja, hij is iets illiger. Daarom heet hij ook Ilagan. Het laatste toernooi van de Aziatische Tour van de PDC was in Manila. In zijn thuisstad, dat was prettig. Na afloop van dat toernooi werd de ranking opgemaakt, de definitieve ranking. En was Ilagan dus de nummer 1. Ja, toch 5 finales gespeeld dit jaar, waarvan 4 gewonnen. Alleen van Paul Lim verloren in Taipei. En dat is wel goed. Ja, de Aziatische Tour heeft de spelers uit die contraien echt goed gedaan. Je ziet dat ze met meer vertrouwen spelen. Er worden ook wel podiumwedstrijden van gestreamd van die Asian Tour. En daar zie je ook gewoon dat ze echt kunnen darten. Noel Malikdom, die we nog in actie krijgen, die tegen Jeffrey de Graaf gaat gooien. Die gooit in het eerste Aziatische Tour weekend gooit hij meteen een 39 op het podium. Nou, weet je, dat is natuurlijk wel lekker. Ook voor zo'n organisator van zo'n Tour, dat het meteen gaat leveren een beetje. 96. Het is nu wachten, uiteraard. Ik wacht. Ze wachten op die eerste echte doorbraak. Hè. Dan moeten de Aziaten de laatste 16 of in de kwartfinale komen. En het liefst een beetje jonge Aziat. Een beetje levendige Aziat. Ik denk dat Barry Hearn voor deze man zou tekenen trouwens. Die voldoet aan al zijn criteria voor een topspeler. Wederom een 180. Want er wordt ook aardig Spaans gesproken op de Filipijnen. 134. Van der Voort rekent niet. Laat dubbel 7 over. Ilagan voor 13 en tops. En een 2-0 voorsprong. En de vierde leg op rij. Ja, wat zullen we eens gaan doen? Ja, rechtdoor gaat niet. Ja, toch maar. Gaat hij rechtdoor? Dat kan niet. Hij moet naar links stappen. Ja. Hij neemt toch iets te veel tijd. Ja, en dat het publiek mij gaat doen, daar kan hij niet zo heel goed mee omgaan, naar mijn idee. Van der Voort, dubbel 2, breekt terug. Ja, en dit moment ga ik toch even omcirkelen. Deze tweede leg in de derde set. Ja. De nuchterheid van Van der Voort tegen de
overdaad bijna van Ilagan. Je ziet dat Ilagan nog onervaren is op een groot podium. Hij neemt echt voor sommige dingen net even te veel de tijd. Daardoor wordt het publiek een factor. En het is een factor die niet in zijn voordeel is op dit moment. 100. Ja, hij wil een show maken, ook voor die mensen die daar allemaal zitten. Hij vindt het fantastisch natuurlijk, maar ja, hij moet ook aan zichzelf denken. Ja, ja, ja. Hè? Ik denk maar even terug aan Peter Wright gisteren. Die wilde ook een show maken. 140. Maar hij kan echt wel een potje gooien hoor, deze Laurens Ilagan. Hoppakee. Hij zit lekker in de wedstrijd. Numero 4. Van der Voort gaat niet naar de 19. Ik zei het al, rekenen, dat doet hij eigenlijk niet aan. Dat betekent dus ook dat hij geen finish overhoudt. Rechtdoor naar school en kantoor. Dat is voor hem ook het makkelijkst fysiek gezien tegenwoordig. 140. Hoppakee. Ja, die Ilagan. Die... Triple, triple. Ja, ik vind het toch leuk om naar te kijken. Echt leuk. 57. Lawrence Uruguay 81. 81 voor Ilagan. Triple 19 is gegooid. Dubbel 12 over. Kijk, nu gaat hij wel in één tempo door. Stap hij opzij. En hij vindt de barrel vanaf die kant. Dat is lastig zat en breekt dus weer. Ja, en ik snap die vergelijking met Gary Price wel. Hij begint ook geluiden te maken nu. Alleen die liggen dan een paar octaven hoger dan die van de Welshman. Dezelfde oerkreten komen eruit. Alleen, dan klinkt het iets meer als een kanarie. Maar wel een kanarie die fantastisch 180'ers kan gooien. Vierde leg op reis, een 15 in totaal. Hij gaat maar door, hij gaat maar door. Hij zit er helemaal in. 100. Ja, en langzaam maar zeker zal Van der Voort toch ook gaan denken van, wat is dat nou? Dit hadden we niet afgesproken. Dus dit stond niet in het scenario. 59. 59. Biedt Van der Voort misschien toch weer wat mogelijkheden. Die moet het voordeel in de set weer naar zich toe halen. Ja, dat is me wat, hè? Ja, had ook wel eerder weer moeten rekenen, want had al eerder naar de 18 moeten gaan. 49. Er zitten nog wel wat schoonheidsfoutjes in, laat ik het zo zeggen. Die spettert er vanaf. De schrijver is zo vriendelijk om de pijl op te pakken voor Van der Voort. Nou, Ilagan met die 108,44. Het ene hoogste setgemiddelde van de WK tot nu toe. Hoogste setgemiddelde, Luke Humphries. Ja, wat stond die fantastische speler, zeg. Bijna 110. Het derde hoogste gemiddelde in de set, Lisa Ashton. 107 nog wat. Ja. ...84 voor Van der Voort en hij komt ervoor terug. 60. Vincent Uruguay, 84. 84 voor Van der Voort om gewoon weer terug te breken. Triple 20 en dubbel 12. Dat doet hij uitstekend. Die eerste pijl meteen die trippel in. Dan heb je wat meer rust voor die dubbels. Maar hij gooit ze niet. En dan is het Ilagan voor de set. En dan ben ik benieuwd waar die heen gaat. Die softtippers zijn goed in het gooien van de boel over het algemeen. Daar staan ze veel op te gooien. Die zit er heel goed voor. 17 is bullseye over. Triple 17 is dubbel 8. Maar kijk eens, het glijbaantje ligt eigenlijk al klaar vanuit deze hoek om die laatste pijl... Nee, het verhaal gaat niet op, want daar gooit triple 17. Dus is dubbel 8 over. En daar is het publiek weer. Geen glijbaantje. Publiek doet mee. Ilagan mist weer. Nogmaals de dubbel 6 voor de Dutch Destroyer. Dat lijkt wel een goede marker te zijn. Inderdaad, perfecte marker voor Van der Voort. Dit is inmiddels al de vijfde break op rij, inclusief de laatste leg van de tweede set. Toen Ilagan brak en hij roept de goden aan. Van der Voort staat goed weggekomen hoor.
57. Maar nu, moet Van der Voort doen wat al een tijdje niet gedaan is. De eigen leg houden. Door beide mannen niet gedaan. Dat lijkt wel ballet, joh. Het is bijna kunst. Het is kunst. Het is gewoon kunst. Ja, nou, ik vind het knap. Nou, die pijlen van hem lijken wel bochten en hoeken te maken die eigenlijk niet kunnen. Maar ze gaan er toch in. En Van der Voort zien het wat meer aankomen. Het is allemaal gewoon recht vooruit. Hard en strak als de eerste erboven zit, gaat de tweede er gewoon altijd wel door eigenlijk. Ik heb overigens wel het idee dat Van der Voort niet overdreven snel naar het bord loopt om pijlen eruit te halen. 59. Ja, dat heb je wel aardig goed gezien, denk ik. Hè? Want die Ilagan die begint ook al in zijn neus te peuteren. Dat vind ik niet zo netjes. 100. Zo ongeduldig is die. Van der Voort weet dat ook. Kijk, ja, nou moet je het afvegen aan je broek natuurlijk. Ja, hij zit wel erg ver bij de trippels vandaan nu ook. 58. Nee, nu moet Van der Voort het in principe naar zich toe kunnen trekken in deze set. Wegzetten, uitgooien. Dit is uitstekend wegzetten. 140. Ja, niet teleurgesteld zijn. 140 is prima. Hou je gewoon een goede finish over. Ilagan moet ook een 140. Maar kijk hoe ver die met zijn eerste pijl erboven zit. Die lijkt dan toch wat nerveus te worden nu. 100. Is in your goal 64. Voor de set. Prima begin. En hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Hij balt de vuist. Hij houdt zijn eigen leg. Full set, first leg, Lawrence. En dat levert hem de set op. Game on. 2-1 voor Van der Voort. Hij begon goed aan die vorige leg, Ilagan, met een score van 140. En Van der Voort was helemaal niet goed begonnen. Met 57, maar daarna viel de Filipino stil. En produceerde Van der Voort 3 goede beurten op rij. 83. En maakte hij het ook nog eens in 2 darts af. Totaal 14 darts in die leg. Ja, dat teken je voor in de laatste leg van een set, als je mag beginnen, 15 pijlen. Daar teken je eigenlijk al tijd voor. Dan weet je ook gewoon dat als je tegenstander hem wil afpakken, dan moet hij hem komen halen. Dan moet hij een 12 darts gooien. En natuurlijk kan dat wel eens een keer gebeuren, maar 16. 9 van de 10 keer is het gewoon genoeg. Van der Voort heeft dus nog 1 set nodig in deze eerste ronde partij. 100. Waarin we geen verlenging hebben, mocht het op een 5e set aankomen en een stand van 2-2 in legs. Dan is de 5e leg meteen beslissend. Anders zal het zijn bij de laatste partij vanavond van Van Barneveld, maar dat is een 2e ronde wedstrijd. Ja, daartussenin hebben we er ook wel echt leuke wedstrijden. Dat is echt een leuke avond deze 17e december. Geweldige avond. Ja, Devin Peterson, dat is ook een tijd geleden dat ik die gezien heb. 100. Tegen met de soepele heupen tegen Wayne Jones. En ook over een tijd geleden gesproken. Ja, en Anastasia natuurlijk. Dobromislova tegen Ryan Joyce. Eerst Ilagan en Van der Voort. En dit is al echt een leuke wedstrijd voorlopig. En voor een leuke wedstrijd heb je 2 man nodig. En Ilagan doet zeker ook zijn deel. Second leg Vincent to throw first. Game on. Ja, Ilagan met zijn tweede finish van boven de 100. Zonder al te veel druk overigens, want Van der Voort stond op 162.
800. En hier wordt in Alexandra Palace de darts religie beleden. 134. This year, 167. 1. Idee om naar de triple 19 te gaan van de Voort. Daarmee zegt hij eigenlijk van, ik geloof niet dat Ilegan 161 gaat uitgooien. Het is een risico dat hij neemt, maar hij kan een risicootje nemen omdat hij 2-1 sets voor staat. Hij heeft ook gelijk trouwens. Ja. Ilegan gooit 161 niet uit. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat Vincent van de Voort goed geleerd heeft de afgelopen jaren, wedstrijden lezen. Gaat naar tops met één pijl. 32. Die valt dan net niet. Ilegan wil al bijna gaan crowdsurfen, geloof ik, maar loopt dan toch maar richting de hockey. Om te gaan mikken op dubbel 12. Zo, die pikt hij er in één keer in. Lawrence Ilegan. Het is wel een manik hoor. Third leg, Lawrence to throw first. Ja, zo herinner ik hem ook wel een klein beetje. En dan op die Wimmouw. Iedereen was er ook een beetje verbaasd van. Wat doet die jongen eigenlijk? Het is allemaal heel van die hele brave darters natuurlijk bij de BDO. Die helemaal niet gewend waren aan zo'n Weet je, de ene Filipino komt op een bananenboot, de andere komt op een showboot. Ja. En dan komt die laatste dan mee. De loveboot. Dat gaan we nog zien. Gemiddelde van deze set. 140. En dat zijn duidelijke cijfers in het voordeel van Ilegan. 140. Lawrence Ilegan 121. Staat maar heen en weer te wiebelen. Je moet op een gegeven moment ook wel stevig gaan staan natuurlijk. Maar goed, hij laat zien dat hij dat uiteindelijk toch altijd wel voor elkaar heeft. Ja, nu dan. Oh. Hij heeft bullseye over. Maar hij hoeft er absoluut niet voor te gaan. Van de Voort staat heel ver weg. Maar je ziet het, hij gaat er gewoon wel voor. 73. Ook dit is toch weer een beetje onervaren. Het is ook wel een wedstrijd tussen de geslepen veteraan en de jonge hond. De sluwe vos en de jonge hond misschien. Ook al zou je het hem niet geven, hij is echt 40 en hij heeft de vierde set. Vierde set nog niet binnen. En dit is dus echt een fout van hem. En die gaat van de Voort afstraffen. Ja, de sluwe vos pikt het lekje. En dat is niet de eerste keer dat hij dat doet. Ilegan laat zich een beetje de kaas van het brood eten. Maar dat is zijn eigen schuld. Op die 121, na die triple 20, mag hij gewoon niet voor de 11 in de bullseye gaan. Dan moet hij een andere route kiezen. In ieder geval een gewone dubbel overlaten. Het is mooi als hij erin gaat. Natuurlijk is het mooi als hij erin gaat. Maar je moet ook een beetje zakelijk zijn. En Van der Voort speelt dus zakelijker. Vanaf die 167 was een goed voorbeeld. Dan zet hij het gewoon weg. Nou, Oranje. Weer genoeg in de zaal. 140. Van der Voort inmiddels nummer 39 op de geschoonde wereldranglijst. Begon als nummer 37 aan het toernooi. Hij verdedigt natuurlijk iets van 2 jaar geleden. Er zijn een paar spelers onder hem die waarschijnlijk niets verdedigen. 100. Ja, vandaag was er geen middagsessie. Die is er morgen dan weer wel. Mocht u dus naar uw werk moeten,
Dat moeten Frank en ik trouwens ook, hoor. Niks aan de hand. En u kunt daar geen tv kijken, dan is RTL 7 Darts Radio de oplossing bij uitstek. Kun je beluisteren via de homepage op de website. Kan ook via de apps van Nederland FM of TuneIn. Het kan zelfs via je favoriete media player. Meer informatie terug te vinden op de website van RTL 7 Darts. Elke keer ook haalt hij dat mouwtje even naar boven zo. Door zijn schouder heel hoog op te trekken. 125. Maar het werkt allemaal wel. Nog 22 voor Van der Voort om in de set te blijven. En dan komt hij op één leg van de zegen. Nog een triple 18? Nee, dus bullseye over. Gaat hij even goed voor staan? Bullseye. Net daarnaast. Ilagan. 117. Wat een aanloop weer. Triple 20. Nee, triple 19 en tops. Dat is een enige mogelijkheid. Gooit wel de triple 19 en tops. Ja, dan gaat hij weer een rondje maken. Dit is dus ja, handig. Maar... Want nu is het publiek erbij en nu wordt die dubbel 20 twee keer zo moeilijk. Je ziet het aan het gezicht van George Noble. Daar zie je het beste aan. Die denkt, wat is die nou weer aan het doen? Ja, het lijkt alsof hij de steun van het publiek vraagt, maar tot nu toe heeft hem dat zeker niet geholpen. Ja, maar dat helpt je ook niet. Geeft het hem te veel druk. Van der Voort terug naar 2-2 in de vierde set. Hij maakt heel weinig fouten, Vincent van der Voort, in deze wedstrijd. En dat is nodig ook. Ilagan weet, als ik deze leg inlever, dan mag ik terug, moet ik terug naar de Filipijnen. Weliswaar niet op een bananenboot, maar dan is het wel klaar. 65. Nou, dit is wel een wedstrijd die Van der Voort, als hij hem dadelijk gewonnen heeft, ook had kunnen verliezen. Van een iets meer ervaring Ilagan had hij hem verloren vandaag, denk ik. De eerste viel al vroeg in de eerste set voor Van der Voort. Dit is een prachtig moment om zijn tweede te gooien. Hij heeft het al vijf keer gedaan. Even. Gaan we zo beginnen. 123. Dacht ik, haal alvast even die triple 19 eraf. Dan hoef ik dadelijk niet meer te bukken. Ilagan. Kan die nog een trippeltje erbij? Ja, dat is toch knap hoor, vind ik, van de Filipino. Hij laat toch 156 gewoon over naar 9 pijlen. Van der Voort gaat daar wel onderdoor, maar hoe ver gaat hij er onderdoor? 96. Een stukje, een stukje. 156. 156. Nee, dus Van der Voort voor de wedstrijd zo dadelijk. En nu geen 140 van Ilagan. Zelfs geen 100, zelfs geen 60. Van der Voort voor de wedstrijd. 102. Nog geen finish boven 100 gegooid. Triple 20. Nee. Blijft hij daar of gaat hij naar de boel? Hij gaat naar de boel, gooit hij niet. Eerst dan leek mooi te zitten om eronder door te glijden. Nou, dit is Ilagan voor de set. Hij heeft kansen gehad om set 3 te winnen. Hij heeft kansen gehad om set 4 te winnen. Nu moet het en nu gaat het niet. 79. En dan drie pijlen van tops voor Vincent van der Voort. Die 2-0 achterkwam in deze set. Die Ilagan brak, die zijn eigen leg hield en die Ilagan nog een keer breekt. En dan heeft hij hem eronder. Nog een warme omhelzing van de Gunner Laurens Ilagan. We hebben van hem genoten, maar zijn toernooi is voorbij. Hij verliest van Vincent van der Voort met 3-1 in sets.